Nou, eigenlijk heel simpel. De Nederlandse chauffeur valt onder de CAO. En dat betekent dus dat de buitenlandse chauffeur niet onder die CAO valt. En daardoor ook veel goedkoper in Nederland kan rondrijden. En dat brengt de werkgelegenheid en de toekomst van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur in gevaar. Want die Europese regels gaan ervoor zorgen dat die buitenlandse chauffeurs, die dus goedkoper zijn, nog meer ritten binnen Nederland mogen gaan maken. Daarmee stoot je het brood uit de mond van Nederlandse chauffeurs. Ja, exact. Dat is ons allergrootste probleem ook met die Europese regelgeving. Zoals het nu geregeld is, daar hebben we vrede mee. Maar zoals we dat nu in Europa willen regelen, dan nog meer verruiming. En dat betekent inderdaad nog meer gevaar voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Ja, u nodigt de chauffeurs uit voor een broodje bal. Echt druk is het hier niet met de chauffeurs die bij u komen luisteren. Moet u dit niet in Den Haag of misschien zelfs in Brussel doen? Daar heeft u ook helemaal gelijk in. En dat wil ook niet zeggen dat we niet in Den Haag en niet in Brussel zitten. Ik rij straks direct door naar Brussel, om er een voorbeeld te noemen. En voor de kerstvakantie heb ik ook overleg met het ministerie gehad hierover. Die tot nu toe ook onze zienswijze ook steunt. Dus we hopen ook in de komende tijd dat onze regering dus ook standvastig blijft hierin. Ik zie hier op Hazen ook heel veel buitenlandse kentekens. Die chauffeurs zullen er volgens mij niet zo mee zitten. Nee, maar dat is wel korte termijn gedacht. Kijk, wij vinden het van belang dat we in Europa een eerlijk speelveld hebben. En dat betekent niet dat dan de West-Europese vrachtwagenchauffeur naar het putje moet gaan. Maar dat het niveau van de buitenlandse vrachtwagenchauffeur omhoog moet worden getrokken. Dus het is ook hun belang. Roofbouw. Roofbouw, korte termijn denken.